10 jaar geleden hebben we een contract getekend met Gazelle. En op basis daarvan hebben we deze investering gedaan om een automatisch fietsenmagazijn neer te zetten. Het voordeel voor Gazelle om naar een geautomatiseerd systeem te gaan ten opzichte van manuele arbeid was allereerst dat de schades enorm zijn gereduceerd. Dan moet je denken aan 30-40%. Het tweede voordeel is dat de factor arbeid en de stijging van de factor arbeid van tevoren voorspelbaar is geworden. Doordat de machine bestaat uit vaste kosten die gedeeld worden over een x-aantal jaar. Voor andere klanten zou het even goed mogelijk zijn om eenzelfde type systeem neer te zetten. Voorwaarde is wel dat de goederen daartoe geëigend zijn en ook dat het een product is dat op langere termijn op dezelfde manier te handelen is. De optimaliseringsslagen die we destijds hebben gemaakt zijn met name gericht op algoritme. Welke fiets heeft voorrang als het gaat over inslag, uitslag, dergelijke zaken. Het onderhoud van het systeem doen we geheel in eigen hand. We hebben daarvoor gekozen, mocht er een keer een storing zijn, dan kunnen we 24 uur per dag zelf ingrijpen. Vooralsnog ga ik ervan uit dat het systeem nog 10 of 15 jaar lang zonder problemen verder kan.